Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. En vandaag gaan we kijken naar een uitspraak van onze Heere Jezus. In Matteüs hoofdstuk 7 vers 13. Een les voor een ieder. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Hier heeft de Heere Jezus het over een keuze. De wijde poort en de nauwe poort. En dat de wijde poort, dus de brede poort, gebruikt is door velen. En door velen zijn er daardoor naar binnen gegaan. Maar de nauwe poort is moeilijk, maar heeft veel beloningen. En dit is een vers die we allemaal kennen, die we heel vaak hebben gehoord. En hoe brengen we deze vers naar de praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat we die nauwe poort elke dag blijven herinneren? Want om te blijven zeggen van ik moet heilig leven, maar wat betekent dat? Wij allemaal wordt ons gevraagd in de Bijbel om heilige te zijn. In ieder van ons is een heilige. In de communie, bij de communie, in de mis wordt gezegd het heilige voor de heiligen. Dus over de communie, dus het lichaam en het bloed van de Heere Jezus, het heilige, is voor de heiligen. Dus in ieder die tot communie komt, is een heilige. Maar hoe zorg je ervoor dat je praktisch invult dat je de hele dag aan het leren bent van de mensen om je heen? Aan het leren bent om die nauwe poort in gedachten te houden. Want zoveel zijn de afleidingen om ons heen. In elke fase van ons leven worden we afgeleid om geen heilige te zijn. In de fase als kind, door mijn speelgoed, door mijn vriendjes, door mijn studie, door met wie ga ik trouwen, hoeveel kinderen ik wil, hoe rijk ik wil worden. Ik word continu afgeleid. Maar hoe blijf ik dat herinneren en scherp houden? Nou, een eerste stap is bijvoorbeeld door te kijken naar de heiligen. Door te kijken naar onze grote voorbeelden, zoals we ook hier om ons heen zien, op de iconen. De heiligen, net als de heilige Agathon. De heilige Agathon die zijn enige wens was en plezier was in zijn leven om de armen te dienen. Er was een verhaal van heilige Agathon dat er een arme was die zei van neem me mee naar de plek dat je gaat, want ik zit niet goed. En hij neemt hem mee. Geef me te eten. En hij brengt hem te eten. Nee, dit eten vind ik niet lekker. Haal ander eten. En dan geeft hij hem ander eten. Neem hem mee terug. En uiteindelijk blijkt die persoon die hij de hele tijd meedraagt, blijkt de Heere Jezus zelf te zijn. Die zich had vermomd als een zieke zwakkeling. En zo hem zegende en zei dat zijn dienst gezegend is. Laten we kijken naar Mary Girgis, die een groot voorbeeld is. Waarom vereren we Mary Girgis? Omdat hij in moeite en pijn niet gespaard is in zijn heilig zijn. 7 jaar lang is hij gemarteld voor ons geloof. En zo zijn er nog velen die veel moeite deden om heilig te zijn. Kleine problemen in ons leven, zoals bijvoorbeeld gedachten van zonde die ons niet loslaten, kunnen we kijken naar Mozes de Sterke, Mozes de Zwarte, die in de avond en nacht, nadat hij had gebiecht, nadat hij het goede pad op was gegaan, het was niet klaar, het was niet in een dag en een nacht klaar. Tuurlijk had hij nog moeite van zijn geschiedenis en zijn verleden. Wat deed de heilige Mozes 's nachts om te voorkomen dat hij aan zijn gedachten overgelaten was? Dan ging hij langs alle kamers, langs alle cellen van de monniken om ze vers water neer te zetten, zodat hij lichamelijk zo moe was om niet te kunnen denken. En dat is wat de Bijbel ons leert. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel. In Hebreeën wordt ons geleerd om te kijken naar de heiligen en van ze te leren en hun pad te volgen. Een andere is dat we dichterbij ook kijken. Iets wat we veel om ons heen zien. Laten we kijken naar onze dienaren. Degene die ervoor gezorgd heeft dat jij en ik vandaag in de kerk staan. Diegene die jouw schouderklopje gaf als je het nodig had, of om je compliment te geven, die een arm om je heen legde als je het nodig had. Degene die er was in moeilijke tijden en die naast je zat om je te troosten en met je meehelde. En die met je meelachte en blij was toen je iets vreugdevol in je leven had. Vergeet niet die dienaren en hun moeite. Bedank ze. Wees ze dankbaar in je gebed. En leer van ze. Neem iets kleins uit wat zij deden. Ik zal nooit vergeten dat Amu, als ik klaar was met het dienen als diaken, en dan kreeg ik een sticker, want ik had zo mooi gezongen. En die kleine dingen, om te leren complimenteren van een ander, is een groot goed. Maar leer van die kleine dingen om je heen, zodat je loslaat in het oordelen van anderen en leert in het dienen van anderen. Leren om een echte dienaar te zijn. Leren van onze biechtvaders en leren van onze priesters, die er dag in en dag uit voor ons zijn. En hoe ze altijd met open armen ons ontvangen. En zo leren we ook die nauwe weg te bewandelen.
Een derde, een hele belangrijke, is leren van de ouders. Leer van uw vader en uw moeder. In de Bijbel, in de 10 geboden, vond de Heere God het zo belangrijk dat het 1 van de 10 basisgeboden is. Eer uw vader en uw moeder. Wie van ons bedankt God voor zijn ouders? Wie van ons is dankbaar dat zijn ouders streng met hem zijn geweest of strikt met hem zijn geweest toen het nodig was? Wie van ons kijkt naar zijn ouders op? Met de tijd leren wij altijd dat te beginnen te waarderen. Wie bedankt God überhaupt dat hij ouders heeft? Anderen hebben geen ouders. Ook van hun leren we die nauwe weg te bewandelen. Onze ouders hebben veel losgelaten, overgegeven van hun eigen wensen, hun eigen doelen voor jou en voor mij. Om ons op te voeden en het beste in ons te zien en dat wij beter kunnen zijn dan hunzelf. Zeker in de situatie waarin wij zitten, dat ouders vanuit Egypte verhuizen hier naartoe, hun eigen toekomst voor een deel laten gaan voor de toekomst van jou en mij. Dus de ouders moeten wij ook waarderen en de nauwe weg leren van hun. En dan een andere die ons automatisch bijleert, is kijken naar de armen en de zieken. Kijk naar die armen. Denk niet de hele tijd van wat heb ik niet gehad in mijn verjaardag. Wat heb ik niet gehad wat ik wenste. Wat is mij niet gelukt in mijn studie. Kijk naar de armen die dankbaar is met het veel mindere dan wat je hebt. Leer te geven. Leer dankbaar zijn dat je kan geven. Leer te zien het plezier en de blijdschap en de vrede die de arme heeft, die de rijke nooit zou hebben, omdat hij zoveel zorgen heeft om hetgeen zijn rijkdom is, om dat nog meer te verrijken. Dus zo kunnen we op veel aspecten leren door dicht bij die arme te zijn. En ieder die die ervaring niet heeft, wens ik toe om een arme te kunnen begeleiden of met een arme te zijn of überhaupt naast hem neer te gaan zitten en te kijken hoe die leeft en doet. Dus kijk naar die arme. Waardeer de zieken. Degene die de kruis kunnen dragen die veel van ons niet kunnen dragen. Kruis van een kanker, kruis van een vroege dood. Dat zijn zware kruisen die wij misschien niet waard zijn. En vaak zien we ze als zwakke of zeggen we, Godzijdank dat ik dat niet heb. Nee, zij zijn dankbaar dat zij dat wel hebben. Zij zijn krachtig. Hoe vaak hebben wij niet gehad dat we naar iemand die ziek is toe gaan om hem te troosten en dan loop je daar weg, getroost door de kracht die God meedeelt aan die persoon. Dus op die manier kun je in je dagelijks leven door de hele tijd om je heen te kijken, leren om de nauwe weg te volgen die de Heere noemt. En steeds meer vergeten de weg die de wereld je probeert wijs te maken. Die velen hebben bewandeld en die leidt tot de dood. Dus vandaag nemen wij mee de woorden van de Heere Jezus Christus uit Matteüs hoofdstuk 7 vers 13. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Een uitleg, een navigatie naar de juiste weg en een waarschuwing voor de verkeerde weg. Tot de volgende keer.